Beste leerlingen, ik ga jullie vandaag iets vertellen over deel 6, les 39. Spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegdes. Voor deze les maken jullie straks een aantal oefeningen in de cursus, maar ik wil graag beginnen met een voorbeeld. Lees de tekst die hieronder staat. Ik wacht nu 5 seconden. Zet voorlopig even de video op pauze om de tekst sneller te kunnen lezen. Goed, deze tekst is niet zo eenvoudig. En hoe komt dat? Omdat er een heleboel taalgebruik in staat dat figuurlijk is. Een hele hoop figuurlijk taalgebruik. Wat betekent dat nu? Dat zijn allemaal woorden of zinnen of uitdrukkingen die iets anders betekenen dan wat er eigenlijk letterlijk staat. Dus nu eventjes kijken naar de omgekeerde wereld. Wat betekent dat? Betekent gewoon dat het een situatie is die anders is dan normaal. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens, betekent het is nergens beter dan thuis. Kommer en kwel betekent niks anders dan ellende. De handen uit de mouwen steken zullen jullie misschien wel kennen, want dat betekent heel hard werken of ergens aan beginnen werken. Met de noorderzon verdwijnen betekent plotseling verdwijnen zonder iets aan iemand te laten weten. Iets door de vingers zien is iets accepteren zoals het is. Na regen komt zonneschijn betekent dat na slechte dingen er altijd goede dingen komen. Dus met andere woorden, de slechte dingen zijn eindig. Door dik en dun betekent ondanks alle narigheid en gedeelde smart is halve smart betekent niks anders dan wanneer je in een ongelukkige situatie zit, samen met anderen, dat de boel wel kan verlichten. Dat het gemakkelijker wordt voor iedereen. Dus zoals jullie hebben gemerkt is dit taalgebruik, allemaal taalgebruik, waar we iets anders mee bedoelen dan wat we eigenlijk letterlijk zeggen. En daarom is het ook figuurlijk taalgebruik. Nu, binnen dat figuurlijk taalgebruik kunnen we 3 categorieën herkennen. En deze 3 categorieën moeten jullie ook kennen. Zet zometeen even de video op pauze en probeer voor jezelf uit te maken wat nu het verschil is tussen deze 3 kolommen. Goed, de eerste kolom, die zou je eigenlijk al moeten kennen, want dat gaan spreekwoorden zijn. Wat is nu een spreekwoord? Het is figuurlijk taalgebruik. Dat bestaat uit een volledige zin. In een spreekwoord moeten alle woorden op dezelfde plaats blijven staan en elk woord blijft altijd op diezelfde manier daar staan. Je mag er ook niks aan veranderen, anders klopt je spreekwoord niet meer. Dit is ook de definitie van een spreekwoord. Figuurlijk taalgebruik. Het is een volledige zin en je mag er niks aan veranderen. De tweede categorie zijn de uitdrukkingen. Of we noemen dat soms ook zegswijzen. Uitdrukkingen kan je herkennen omdat er op het einde van die uitdrukking telkens een infinitief staat. Of toch in het woordenboek. Want als je die gaat gebruiken in een zin, dan moet je die infinitief gaan vervoegen. Ik steek de handen uit de mouwen. Jij steekt de handen uit de mouwen. Zij steken de handen uit de mouwen. Dus je gaat die uitdrukking moeten vervoegen zoals je een ander werkwoord moet vervoegen. Dus een uitdrukking bestaat uit een groepje woorden met een werkwoord, in de infinitief meestal. En je moet dat werkwoord vervoegen als je die uitdrukking wil gebruiken. De derde soort noemen we de gezegden. Wat is nu een gezegde? Een gezegde is een groepje woorden dat los van elkaar staat, maar waar we geen werkwoord in vinden. We moeten dit groepje woorden dan ook inpassen in een zin om het in een contextrijk geheel te gaan gebruiken. Deze 3 soorten moeten jullie van elkaar kunnen onderscheiden. Nu, let op, want in de volksmond, dus zoals de mensen tegen elkaar praten, worden die 3 termen heel vaak gewoon door elkaar gebruikt. Mensen in het dagelijks leven maken dit onderscheid niet. Dat wil dus ook zeggen dat je op internet heel veel zaken tegenkomt die niet helemaal kloppen of die niet voldoen aan de definitie die wij hier hebben geleerd. Wat ik u daarbij aanraad is, raadpleeg verschillende bronnen, ook voor de betekenissen. Nu, die betekenissen zijn op de meeste websites wel redelijk correct. Maar nadenken over wat er staat blijft de boodschap en het blijft natuurlijk ook belangrijk om verschillende bronnen te gaan raadplegen om
die verschillende bronnen naast elkaar te leggen en te controleren wat er dan nu eigenlijk wel van klopt en wat niet. Eén website die ik jullie zeker en vast voor de betekenissen wel kan aanraden, is de website van Vandalen, vandalen.nl. De link staat hier. Als je op die website terechtkomt, dan ga je merken dat daar een zoekbalkje is. En in dat zoekbalkje kan je dan bijvoorbeeld het werkwoord kommer intikken. En dan ga je zien dat kommer en kwel hier staat. Kommer en kwel. En wat betekent het? Het betekent een en al narigheid. Op deze website wordt al het figuurlijk taalgebruik, dus gezegde uitdrukkingen en spreekwoorden, worden cursief geplaatst. En de betekenis vinden jullie er vlak achter. Zo, ik hoop dat jullie veel plezier beleven aan deze les. Als er nog vragen zijn, dan kunnen jullie hiermee terecht, zeker en vast, op het forum van ons vak. Veel succes!